Hallo allemaal, mijn naam is Maya Velis. Ik ben in 2010 lid geworden bij SIP, dus dat is 10 jaar geleden. Vervolgens een jaar of 3, 4 lid geweest, denk ik. Ik studeerde in die tijd rechten, net als veel jaargenoten. En later heb ik in Utrecht master milieuwetenschappen gedaan met een focus op watermanagement. Vervolgens ben ik bij de Rijksoverheid gaan werken in Den Haag. En via Chicago en Houston in de Verenigde Staten uiteindelijk in Washington DC terechtgekomen. Maar nu zit ik in thuisquarantaine in Austin bij familie. Ik werk nu bij de Wereldbank als analist en ondersteun in die hoedanigheid directeur voor duurzame ontwikkeling in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Dat houdt in een mix van analyse, ad hoc advieswerk en ook operationele taken die daar soms bij horen. En nu ben ik bijvoorbeeld druk met de herijking van ons regionale klimaatplan. Nou, jullie kennen het Midden-Oosten en Noord-Afrika waarschijnlijk als een regio die enorm droog is. Temperaturen zijn hoog, lopen ook op. Dus droogte en hittegolven zijn of worden straks door klimaatverandering het nieuwe normaal. Tegelijkertijd is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen enorm. Er zijn grote verschillen tussen landen als Jemen, Djibouti, die tot de allerarmste van de wereld behoren. En aan de andere kant de rijke golfstaten. Dus dat is een erg interessante dynamiek. Daar komen nog uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid en fragiliteit bovenop. En ja, je zou kunnen zeggen dat uiteindelijk de basis voor die interesse of belangstelling jaren geleden bij SIP is gelegd. En de vraag is dan, hoe kun je als ontwikkelingsbank bewegen in zo'n krachtenveld? Hoe kun je via projecten, via programma's een steentje bijdragen aan de klimaatbestendigheid van die regio? Nou, vanuit Nederland bezien is het gemakkelijk om te denken dat je de Verenigde Staten kent. Dat je het land snapt, dat je weet hoe alles werkt. Omdat je via de media en via films, muziek enzovoort natuurlijk heel veel meekrijgt over de Verenigde Staten. Maar eigenlijk is dat maar een heel klein stukje. Toen ik een jaar ongeveer geleden naar de Verenigde Staten verhuisde, toen ben ik gaan inzien hoe groot de verschillen zijn tussen de staat onderling. Hoe er soms zelfs sprake is van een zekere mate van gezonde rivaliteit. En uiteindelijk is het natuurlijk een heel groot land. Het is ook echt een federatie. Dus in dat opzicht heb ik mijn beeld van het land wel een klein beetje bijgesteld. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk, want uiteindelijk leer je juist door allerlei verschillende ervaringen op te doen. Maar als ik één tip mag geven, is het kort gezegd, kies je eigen pad. Laat je niet door anderen vertellen wat je wel en niet kan, waar je wel en niet goed in bent, waar je wel of niet thuis hoort. Uiteindelijk heb je zelf de regie daarover, dus maak daar ook vooral gebruik van. Maar voor nu, vooral heel veel plezier tijdens jullie studententijd. Maak er het mooiste van, maak er het beste van en wie weet, tot ziens. Groetjes uit Texas. Doei!